Zo, een hele goede avond. Ik denk, ik neem nog één filmpje op. YouTube heeft er één verwijderd over corona en bepaald iets anders wat je niet in combinatie mag noemen, denk ik, omdat het vrij waar is. Even kijken hoor. Wat gaan we doen? Ja. Ik wilde het eigenlijk nog eventjes hebben over de deceptie, zeg maar. En ja. Oké. Okay. De zogenaamde controlled opposition. Ik heb het al gehad over de verwarring die er is bij heel veel mensen. Mensen slapen niet. Mensen zitten heel erg in hun reptilian brain, zeg maar, om het zo maar te noemen. Je instincten, je freeze, fight, flight, status van zijn, de lage frequenties, allerlei woede. Teleurstelling, depressie, ongeloof, hopeloosheid. Ja, dat is allemaal onderdeel van het plan, zeg maar, denk ik. Hoort er allemaal bij. Dat is allemaal met opzet gebeurd dat. Ik merkte dat ja, een paar weken geleden dat ik zelf ook helemaal, ja, helemaal kwam mijn energie helemaal op was en ja, ook geen gat meer erin zag. En ik zat maar Jensen te kijken en Weltschmerz en X-22 en allerlei andere Amerikaanse toestanden. En ik had zoiets, ja, de een zegt dit, de ander zegt dat en ik snap er helemaal niks meer van. En ik voelde me echt niet lekker en ik sliep niet goed en ik was er continu mee bezig. Vrat al mijn energie en aandacht. Maar goed, dat is gewoon nog steeds aan de gang. Hè. Het wordt steeds gekker, het wordt steeds gekker. Je ziet nu een shift bij de NOS die toch ook wat kritiek gaat leveren op de regering en wat negatieve berichten. Maar dat is allemaal gewoon een script. Ja, ik heb mijn YouTube-kanaal ben ik begonnen. Ik denk ja. Het is wel toch helemaal van deze tijd en ik hoop dat ik een ander geluid kan laten horen. Het zal niet altijd goed nieuws zijn, zeker niet. Maar ja, daar komt men vanzelf wel achter. Ik wil in ieder geval op een beetje Socratische manier mensen helpen verder kijken dan de gepresenteerde realiteit in de derde dimensie. Zeg maar. Nou, dan vraag je je misschien af wie is Leon? Nee, ik ben Leon. Ik ben in 1973 geboren. Even kijken hoor. Wat kan ik daar nog meer over zeggen? De eerste paar jaar van mijn leven waren, de eerste 3 jaar waren vrij gelukkig. En vader, moeder, later een broertje van 3 jaar jonger. Vader werkte, moeder was huisvrouw, zoals dat toen ging in die tijd. Ik was gewenst volgens mij, dus dat was ook allemaal mooi. En ja, de eerste 3 jaar van mijn leven, als ik die foto's zie, waren echt geweldig. Een hele goede band met mijn vader en met mijn moeder. En toen begon de ellende volgens mij. Ouders maakten veel ruzie en ja, ze dachten dat ik dat niet merkte. Natuurlijk merkte ik dat. Mijn broertje was net geboren, maar die was denk ik te klein om dingen te beseffen.
Op een gegeven moment is mijn vader opgenomen in de psychiatrie en toen was hij weg. Toen dacht ik natuurlijk dat ik de schuld, dat het mijn schuld was, omdat ik iets niet goed deed of zo. Ik deed blijkbaar een heleboel dingen niet goed, want men was altijd boos op me of ik moest weg. En dat snapte natuurlijk niet waarom als kind. Nou ja, van het een komt het ander. Op school voelde ik me ook echt niet zo thuis. Ik had het idee dat ik van een andere planeet was. Ik had zoiets van wat. Ik wilde ook echt niet daar zijn, zeg maar. Met mijn ouders ging het. Ik zat toen op school, dat ik in de kleuterklas toen mijn vader dus opeens van de een op de andere dag opgenomen was. Vanwege dat hij overspannen was, zogenaamd. Nou, hij was. Ja, het was wel meer aan de hand, denk ik. Mijn moeder was ook aan het einde van de Latijn. Dus die kon ook niet geven mij wat ik eigenlijk nodig had qua veiligheid en noem maar op wat. Nou ja, dan ontwikkelt je persoonlijkheid zich niet goed. Toen op een gegeven moment kwam mijn vader terug en toen herkende ik hem niet meer. Het was niet meer mijn vader. Hij had ook geen aandacht meer voor me. Als hij aandacht had, was het negatief. Van je doet het niet goed en het moet zo en het moet zo. Heel veel spanning, heel veel. Ja, maar nu. Ja, het is gewoon geestelijk misbruik. Is het verwaarlozing van taken. Ik wil het ook allemaal zonder oordeel zeggen hoor. Dus, nou, dan krijg je dus een probleempuber en een probleemadolescent. En mijn gevoelens waren vooral boosheid en haat waar ik op dreef. Nou, dat ben ik natuurlijk door in de problemen gekomen. Op een gegeven moment verslaafd geraakt. Heel vroeg al met middelen aan het experimenteren. Alles wat God verboden heeft. Militaire dienst, uitzending geweest naar voormalig Joegoslavië op de VN-missie, toen UNPROFOR. Ook geen succes. Ik kwam best wel slecht terug daarvan. Maar dat is ook een verhaal apart. Allerlei baantjes gedaan, HAVO nog net met hak over sloot afgemaakt. Allerlei uitzendwerk gedaan. Totdat ik in de ICT ben gaan werken. Dat heb ik door zelfstudie best wel snel ben ik daarin gegroeid. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Totdat ik ook daar vastliep, omdat ik natuurlijk gewoon veel te veel cocaïne gebruikte en niet gezond leefde. Ja, dus werken, werken, werken en snuiven, snuiven, snuiven. Met alles van dien. Vriendinnetjes daardoor verloren natuurlijk, want dat gaat gewoon niet. Heel veel schade aangericht. Dus dat is. Maar ja, het was toch niet mijn schuld, want ik wilde dit leven toch niet. Dus. Afijn, op een gegeven moment toch weer eruit geklommen. Na een opname in de psychiatrie, waar ik eigenlijk ook meer beschadigd ben dan dat ik. Wat aan gehad heb. Het heeft me jaren van mijn leven ook weer gekost. Voordat ik dacht van ja, nou ja, dan, als er dan niemand is, dan moet ik het maar weer helemaal alleen doen, zoals ik altijd gewend was. En ja, dat ging ook op een gegeven moment wel weer. Op een gegeven moment zelf gaan werken, nota bene in de psychiatrie. Heel veel meegemaakt. Dus ja, ook niet leuk afgelopen. Wel ook veel geleerd hoor. Dus dat is ook wel zo. En uiteindelijk toch weer via een omweg bij het geloof uitgekomen. Dat is ook een thema in ons gezin. Mijn ouders zijn in ieder geval religieus. Laat ik dat zo zeggen. Ze gaan naar de kerk. Maar dat zijn ze pas later weer gaan doen. Eigenlijk voor mijn geboorte. En toen zijn ze op een gegeven moment afvallig geweest. En toen hebben ze het weer opgepakt. Ik ben zelf toen ook ooit gedoopt. Begin 20. Volwassen doop.
Maar daarna er niet veel meer mee gedaan, omdat ik toch teleurgesteld raakte in mensen, zeg maar, in het instituut, de kerk. Ik vond mij daar niet. Ik vond dat er rare dingen gebeurden. Dus daar voelde ik me dus ook niet thuis. Ja, wat doe ik dan? Ja, dan ga ik gewoon isoleren, zeg maar. Of ik heb twee dingen. Ik leg iets helemaal aan de kant. Of ik ga er even tegen vechten, zeg maar. Ja. Even kijken hoor. Heb ik nog een leuk plaatje? Oh ja. Even kijken. Waar waren we gebleven? Oh ja, werk. GGZ, ook niet echt tof. Maar ook wel heel erg lessen geleerd. En ook wel heel veel lol gehad hoor. Dus. Maar uiteindelijk kon ik me daar ook niet overeind houden. Omdat ik natuurlijk gewoon, ja. Het werk is heel intensief. En als je dan zelf niet een bron hebt van energie, van leven, dan. Hou je dat niet lang vol? Ik heb het 7 jaar, nee, 7 jaar ging het goed. En nog 4 jaar aangemodderd. Totaal een jaar of 11. Ja, toen kwam ik weer een beetje richting geloof, zeg maar. En ja, als dat dan gebeurt, zeg maar, dan gaat er in de spirituele wereld een alarmbel af. En toen ben ik in contact gebracht met een vrouw. Het is allemaal heel bizar gegaan. Ik kende het er al. En ik dacht, nou, dit is de laatste. Dit wordt mijn grote liefde. En ik ga ermee trouwen. En alles wordt beter en zo. Nou ja, dat was dus geen toeval. Ik heb 7 jaar hel met. Of de eerste 2 jaar heeft ze me redelijk ingepakt. En toen opeens veranderde ze helemaal. Heb ik 5 jaar hel gehad. Het was in ieder geval iemand die met hekserij bezig hield, occult. Ja, ik denk iets van Illuminati-achtig of weet ik veel, MK-Ultra-achtig toestand. Allerlei hele vreemde dingen gebeurden er. Vergiftiging, weet ik veel wat. Leugens, leugens, leugens op leugens, leugens, leugens. En, nou ja, een heel erg toestand. Op een gegeven moment moest ik. Ik had heel veel angsten en weet ik veel wat. En op een gegeven moment ben ik ook weer opgenomen in de GGZ. Toch weer naar huis gegaan. Tegen haar zin in. Want zij dacht. Nou, die maakt zichzelf wel van kant. En dat was ook bijna gebeurd. Maar uiteindelijk toch mezelf eruit gevochten of ik ben geholpen, dat zou kunnen. En nu sinds een jaar of ja, anderhalf gaat het lekker. En ben ik weer een beetje de oude aan het worden. En toen kregen we Kiona. Jee. Oké, nou, toppie joppie. Wat een geweldige toestand. Dus de controlled opposition. Ja, controlled deception, want het is allemaal hetzelfde. Ze hebben allemaal dezelfde baas. Ze zijn allemaal bezig met gaslighting, inderdaad, wat de raadgever ook zegt. De tactiek is een beetje verdeel en heers, zo oud als de weg naar Rome. En daar kwam ik ook op toen. Op een gegeven moment dacht ik van ja, maar die Illuminati, wij hebben ze nou zo door. En dan gaan we ze afzetten. En dan Q en Trump. En dan komt er een betere wereld. Ik dacht, ja, dit is een Hollywood script, dacht ik. Dit kan helemaal niet, joh. Dit is onzin. En geloof me, het is echt onzin. Dat heb ik al eerder gezegd. Alle wereldleiders zitten bij die clubs. Allemaal. Geen enkele uitgezonderd. Poetin, weet ik veel, de Afrikaanse president, de Midden-Oosten is puinhoop. Demonische toestand daar. Netanyahu, weet ik veel wat, al dat. Merkel, iedereen in Europa natuurlijk. Maar gewoon overal, zeg maar. Dus we hebben geen keuze. Dat is gewoon niet.
Zet dat uit je hoofd. Zet dat echt uit je hoofd. Willem Engel of wat dan ook. Of Sasha Stone, The New World. Shit. Occulte, Satans, bloeddrinkers zijn het gewoon. Hippie liefde, onzin. Het is gewoon satanisme gewoon. Ja, ik heb het eerder gehad over Berlijn, dat idiote ritueel op dat hexagramplein. Berlijn mensen, nota bene. Kennedy in Berlijn. Kennedy is de grootste maffiafamilie. Kijk, dat die lui verdwijnen, dat zijn gewoon onderlinge fetes tussen bloedlijnen en demonen. En, ja, de een ruimt de ander uit de weg omdat ze elkaar in de weg zitten en om macht strijden. Zo gaat dat in het... Tussen die demonen en die gevallen engelen en noem maar op wat. En de hybride reptilian bloedlijnen van ja, die de scepter zwaaien. Dus, hè, er is echt niet alleen maar een plan A en Trump heeft het door en de wereld wordt gered of zo. Dat is gewoon echt een sprookje. Dat is een fabel. Maar ja, tenminste, dat denk ik hoor. Dus trek je eigen conclusies. Ja, trek je eigen conclusies. Ja, raadgever had ik ook hoop. Maar ik weet bijna wel zeker dat hij... Ik weet het zeker dat hij gewoon ook niet oké is. Hè, wat die mensen doen is allemaal een stukje van de waarheid. Maar ze vertellen niet alles. Zelfs mensen die zich voordoen als christen... Of christen zijn, kunnen er ook naast zitten. Ik spreek geen oordeel uit, maar de kerken zijn ook geïnfiltreerd al sinds, sinds het begin van onze jaartelling. Dat is heel snel gegaan. Een stom voorbeeldje is. De huidige Bijbelvertalingen hebben 66 boeken. Nou ja, God is van orde en van compleetheid. En die zou geen woord van hemzelf met 66, zeg maar, richting het getal van de duivel, 66 boeken. Dat zou die niet doen, dus... Het zijn er hoogstwaarschijnlijk 70 geweest. Wil niet zeggen dat wat er in die 66 boeken staat niet nog steeds Gods woord is en belangrijk is. Heel veel is wel bewaard gebleven. Maar dat soort trucjes halen ze uit. Hè? Dus dat is een beetje zoals ze te werk gaan, zeg maar. Ja. Dus niet de hele waarheid. Alles omdraaien, alles is omgedraaid in deze huidige realiteit. Dus, wat heel slecht is voor je ziel, wordt heel erg achterna gelopen. Wat goed is voor de mens wordt belachelijk gemaakt en helemaal verdrukt en vervolgd. Dat is een beetje de truc. Wij zijn allemaal op het moment te gestrest om goed na te denken misschien. Zelfs de wakkere mensen zitten ook vast in hun, volgens mij, hun eigen gevangenis, om het zo maar te noemen. Ja, die hebben een hoop gevestigd op figuren die hun mede afgrond in gaan sleuren. Heel simpel. Ja. Figuren die de afgrond mee in gaan sleuren, die echt niet onschuldig zijn. Die misschien niet eens menselijk zijn. Ja. Het is... Pas op voor die lui. Dus,
Rare toestanden. Controlled opposition, inderdaad. Zo gaat dat. Even kijken waar we allemaal mee te maken. Oh, ik krijg nou wat. Oh, nee, ik ga niet backups maken. Ja, joh, zeur toch niet, joh. Zo. Dus vandaar, ja, nou, waarom doe ik dit? Inderdaad, wat ik al zei, mensen aan het denken zetten. En wat een ander geluid, wat andere informatie. Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven praten en dat we naar elkaar blijven luisteren. Ja, ik ben ook net zo goed aan het zoeken. En, ook al heb ik wel een hele sterke basis gevonden nu. Door eigenlijk te kijken waar niemand anders kijkt. En, ik kwam uiteindelijk in mijn zoektocht weer bij de christelijke God terecht. Daar heb ik al over gesproken. Is de situatie hopeloos? Nee, de situatie is absoluut niet hopeloos. Hebben we weinig tijd? Ja, we hebben weinig tijd. Hè, het agenda 2030 wordt versneld, over ons uitgestort. Daar gaan we gewoon mee te maken krijgen. Is het niet deze regering, dan is het de volgende leider. Die zou ik helemaal niet zo vertrouwen. Maar goed, wat kan je tussendoor nog doen? Ja, gewoon je leven leven en genieten en mens zijn en inderdaad naar buiten en zorgen voor je gezin, voor je spirituele leven. Misschien Gods uitgestoken hand weer proberen te pakken, want wat nu gebeurt is niet het plan van God. Het plan van God was veel mooier en kan nog steeds. Hè. Het is gewoon een eeuwig leven in een hele mooie plek. Die echt gewoon echt geweldig is. Een soort speeltuin, Garden of Eden. Terug naar de bedoeling, zeg maar. Terug naar wie we bedoeld waren te zijn. Creatieve mensen, geschapen naar evenbeeld van God. Ja, vandaar dat Lucifer ook zo jaloers is, want hij is van alles, maar hij is niet creatief. En dat heeft hij gewoon niet. Dus hij aapt alles na, zeg maar, van God of van de mensen. En net als technologie, volgens mij. Die heeft hij ook allemaal gejat. Dat is toch uiteindelijk ook door mensen volgens mij uitgevonden. Human beings. En betaald door mensen. En hij gebruikt het straks om ons te vernietigen. Dat is op zichzelf wel clever. Dus, maar dat is ook een beetje zijn modus operandi, zeg maar. Dus dat is aan de gang nu. En, daar maak ik me zorgen over. En ik wil mensen wat aanreiken. En misschien kijken of wat mij geholpen heeft. Of dat voor andere mensen misschien ook een houvast kan zijn. Voor mij betekent het vrijheid. En en mijn leven heeft nu op het moment echt purpose, zeg maar, gewoon waar het eerder gewoon echt weg was, weggemaakt was en geroofd was, zeg maar. Ik zat gewoon gevangen in mijn eigen waanzin, zeg maar. Dus, en nu ben ik daar langzaam van los aan het raken, dus dat is super tof, wat de toekomst ook is. Ik heb goede hoop en ik ben optimistisch. En daarom heb ik YouTube-kanaal begonnen, dit kanaal. Misschien, ik zou het super tof vinden als jullie abonneren.
Dat, op mijn kanaal. Dus dat, dat zou me ontzettend helpen. Ik doe dit wel gewoon belangeloos. En ik verdien er ook geen geld aan. Dat zal ik ook niet doen, want ik heb veel te weinig views. Maar het helpt wel. Dus als je dit nuttig hebt gevonden, abonneer je alsjeblieft. Even kijken, we zitten op 25 minuten nu. Ik heb iets over mezelf verteld. Het ging vanavond over de deceptie, zeg maar, de misleiding die al plaatsvindt vanaf onze geboorte door middel van de scholen waar we op komen, in ons gezin. Door de televisie worden we gersenspoeld, media worden we gersenspoeld. We worden helemaal gebombardeerd met leugens, want we hebben heel veel onwaarheden geleerd. We hebben geleerd dat God niet meer bestaat. We hebben geleerd dat leven de vrijheid, je zelfrealisatie is het hoogste doel. We moeten maar tolerant zijn. En, alles maar pikken. We zijn ook hier in het Westen natuurlijk met welvaart gewoon een beetje lui gemaakt en decadent geraakt. En we hebben nergens meer voor hoeven vechten. Ik heb ook alles gehad wat ik nodig had altijd. En geen echte armoede gekend, of helemaal geen armoede gekend. Iedere dag gegeten. Goed, ze zijn ons aan het uitroeien door middel van medicijnen, voedsel, sproeien van gif door middel van de chemtrails, de vliegtuigen, frequenties, radiofrequenties, microwaves in onze huizen en daarbuiten. De lockdowns zijn ook niet gezond. Ze hebben begonnen met het vermoorden van onze ouderen. Dus dat is echt een gruwel. Het wordt niet beter. Maar dat is voor een andere uitzending. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hit subscribe. Ik wil jullie een gezegende avond toewensen. Ik wil een zegen uitspreken over dit filmpje. Dat het door veel mensen gezien mag worden. Dat het ook beschikbaar mag blijven op YouTube. Ja. Dus dat zou geweldig zijn. En het is ook beschermd. Dat is ook zo, want er zijn ook gewoon regels in de spirituele wereld. Als je de waarheid spreekt, dan en iets doet in de geest van God en zijn zegen rust erop en het is zijn wil, dan blijft dat ook beschikbaar. Daar ben ik zeker van. Dus, ik wens iedereen een fijne avond. Sluit hem maar met dit plaatje af, dat is beter dan het vorige. Geniet van je avond. En tot het volgende filmpje, hoop ik. Dank jullie wel.